Ik ben Irma Dijkstra. Ik zit sinds maart 2018 in de gemeenteraad van Amersfoort voor D66. En voor mij was een drijfveer om de politiek in te gaan. Behalve dat ik altijd politiek interessant heb gevonden, heeft het echt wel met vrijheid te maken. Met de vrijheid om keuzes te kunnen maken, maar ook met de vrijheid als inwoner van Amersfoort om mee te kunnen praten over dingen. Maar ik gun ook vooral andere vrouwen de vrijheid die ik heb genomen en die ik ook wel echt voel in mijn leven om hetzelfde te doen. Want ik realiseer me, misschien is het voor mij makkelijk praten, maar is het niet voor iedereen zo bereikbaar. En ik zou heel graag willen dat meer vrouwen mij kunnen bereiken en durven te bereiken. En hoe kom ik aan het werk? Hoe pak ik dat aan? Hoe kom ik in de gemeenteraad? Hoe denk ik mee over dingen? Nou, dat is eigenlijk waar ik graag benaderbaar voor zou willen zijn.